De kerststal lijkt van verzinsels aan elkaar te hangen. Maar hier in de werkplaats vertel ik je waarom het desondanks geen onzin is. Over de geboorte van Jezus hebben we eigenlijk maar heel weinig informatie. De enige bron die we hebben, ja, dat is de Bijbel. En dan eigenlijk alleen nog maar het Nieuwe Testament, dat is dit stuk. Ja, en daarbinnenin eigenlijk ook alleen nog maar de vier evangeliën. Dat zijn de vier verhalen die we hebben over het leven van Jezus. En alleen een paar bladzijden daarvan, 30, 40 versen, dat gaat over de geboorte van Jezus. En meer hebben we niet. Ja, en die teksten die vertellen ook nog eens een keertje verschillende verhalen. Mensen hebben het gecombineerd, ze hebben er allerlei dingen bij verzonnen tot wat we nu de kerststal noemen. De kerststal zoals we die nu kennen, dat is eigenlijk een middeleeuwse uitvinding. Ruim 1000 jaar na de geboorte van Jezus besloot de Italiaanse monnik Franciscus van Assisi om met kerst het geboorteverhaal van Jezus uit te beelden. En dan niet met poppen zoals wij doen, maar als een echt toneelstukje. Franciscus wilde daarmee het kerstverhaal voor de gewone mensen aanschouwelijk maken. Dat was revolutionair. Tot die tijd zagen christenen Jezus vooral als een almachtige heerser. En nog nooit was het geboorteverhaal van Jezus, God op aarde, zo tot leven gebracht. Maar het was een grandioos succes. De kerststal heeft de wereld veroverd. Zelfs hier staat er een. Nou, het eerste waar we het over moeten hebben is natuurlijk de stal zelf. De plek waar Jezus volgens de verhalen geboren zou zijn. Vaak hebben we het over een stal, zoals deze. Maar de Bijbel vertelt eigenlijk helemaal niet waar Jezus precies geboren is. Alleen dat Jozef en Maria aankomen en dat alle gastenverblijven vol zijn. Ja, en dan moeten ze maar een plek vinden waar ze terecht kunnen. En dat is deze stal geworden. Jezus wordt ook vaak in een kribbe neergelegd. Dat vertelt het Nieuwe Testament wel. Ja, Jozef en Maria die horen er natuurlijk bij, hè? De ouders van Jezus. Die zetten we dan ook met z'n tweeën maar even bij het kind. Ja, daarnaast hebben we natuurlijk de herders, hè, die met hun schapen in het veld aan het wachten zijn. De engel komt en die zegt tegen hen, ga naar de stal om daar de koning van Israël te gaan aanbidden. En dat doen ze natuurlijk ook. Het staat allemaal keurig in die twee kleine stukjes van de Bijbel. Dan hebben we natuurlijk ook nog de os en de ezel. Die horen ook helemaal bij de kerststal. Maar die hebben de mensen er wel later zelf bij verzonnen. En waarom dat zo is, ja, dat leg ik je dadelijk wel uit. Waar de kerststal het meest afwijkt van wat er in de Bijbel staat, dan gaat het over de drie koningen. Nou ja, de grap is dat het in de Bijbel eigenlijk gaat over wijzen en geen koningen. En dat het er drie zijn, ja, dat hebben we ook een beetje zelf verzonnen. Waarschijnlijk vanwege het feit dat ze drie geschenken meenemen. Goud, wierook en mirre. Ze hebben ook namen gekregen in de traditie. Caspar, Melchior en Balthasar. Maar ook dat is er later bij verzonnen. De grote vraag is dan natuurlijk, ja, waarom staat het hier in die kerststal? En waarom staan die verhalen in de Bijbel? Nou, het eerste wat je moet weten is dat de Bijbel niet bedoeld is als een geschiedenisboek. Daar gingen de schrijvers in die tijd niet of nauwelijks om. De Bijbel vertelt niet over het hoe van de dingen, maar over het waarom van de dingen. Het is eigenlijk een verzameling van teksten over de relatie tussen God en de mensen. De oudste delen noemen we het Oude Testament. Dat zijn de teksten die de christenen vanuit het Jodendom hebben overgenomen. Veel van die teksten gaan erover dat de mensen niet goed naar God luisteren. Uiteraard met alle risico's van dien. En dat er ooit een verlosser zal komen. Een Messias. Een koning der Joden. Die alles wat de mensen op aarde verziekt hebben, weer goed zal maken. De nieuwere delen komen uit het christendom zelf. En dat noemen we dus het Nieuwe Testament. Het is geschreven in de eerste eeuw na Christus. Toen de Romeinen de baas waren in grote delen van Europa en van het nabije Midden-Oosten. Waaronder ook Israël. De kern van die nieuwere delen is dat die verlosser op wie de Joden aan het wachten waren, dat dus Jezus is. En dat Jezus niet alleen voor de Joden een verlosser is, maar voor iedereen. Waarom moeten er dan eenvoudige herders op kraambezoek komen? En niet invloedrijke mensen zoals, noem maar wat, priesters of zo. Dat zouden toch de eerste moeten zijn die je wilt informeren als de Messias er eindelijk is. Maar Jezus kwam voor de eenvoudigen en hij had het niet zo op met macht en rijkdom. Nou, dat wordt dus gesymboliseerd door de herders. Hetzelfde zie je gebeuren bij de os en de ezel. Die komen ook niet uit het Bijbels geboorteverhaal, maar zijn er later bijgezet. En we vermoeden dat ze in de kerststal staan als verwijzing naar een passage in het Oude Testament. En in één specifieke passage staat, en ik citeer, een rund herkent zijn meester
Een ezel kent zijn voederbak, maar Israël mist elk inzicht. In het christendom is dat vervolgens negatief uitgelegd richting de Joden. De Joden die immers niet willen accepteren dat Jezus de Messias zou zijn. En dan de drie koningen. Daar zijn twee interessante dingen over te vertellen. In de eerste plaats, in de Bijbel worden ze magiërs genoemd. Magoi. Dat is een Grieks woord dat vuurpriesters betekende. En die priesters die speelden een belangrijke rol bij de vereering van koningen. Nou, als een gewone koning zo'n feeststoet krijgt, ja, dan moet de koning der koningen, hè, Jezus, die moet er natuurlijk ook één krijgen. Maar na verloop van tijd is de traditie ontstaan dat de drie koningen uit de drie verschillende delen van de toen bekende wereld kwamen. Dat ze alle drie een andere huidskleur hadden. En dat ze ook van drie verschillende generaties waren. Veel in de kerststal is symbolisch. De christelijke kerk vertelt met het geboorteverhaal dat God in Jezus mens geworden is. En dat zijn boodschapper voor de hele wereld is. En zo moet je denk ik de kerststal ook zien. Niet als een historische poppenkast, maar als een verbeelding. En dat het waarschijnlijk allemaal niet zo echt gegaan is, ach, het ligt uiteindelijk toch allemaal veel ingewikkelder. Net zoals met die kerstboom achter mij trouwens. Over het kerstverhaal valt nog veel meer te vertellen. Hoe zit dat met de maagdelijkheid van Maria? Waar komen die vuurpriesters dan wel vandaan? En was kerstmis eigenlijk wel op 25 december? Dit en nog veel meer in de podcast van de Universiteit van Nederland.